Kun jij onder woorden brengen, Rick, hoe trots jij bent als echte Spartaan, als je dan naar de ranglijst kijkt, dat Sparta daar helemaal bovenaan staat? Ja, ik ben trots. Ja, ik ben heel blij dat het goed rijdt. En ja, de sfeer is goed, dus ja, lekker gevoel. Is het nare gevoel na het puntenverlies van maandag helemaal verdwenen bij jullie? Ja, de wedstrijden zijn kort op elkaar, dus we hebben eigenlijk geen keuze. We moeten wel weer verder. En het was inderdaad naar, maar ja, wat ik zeg, we moeten verder. En ik denk dat we iedereen weer gewoon kopie erbij heeft en fris voor morgen is. Ja, en dat is voor dit soort wedstrijden natuurlijk heel makkelijk om jezelf op te laden, want dit is echt een heuse topper. Ja, het is een hele mooie wedstrijd. Natuurlijk omdat het nummer 1 tegen nummer 2 is, maar ook omdat het weer een mooie wedstrijd hier in het stadion is. Ik denk dat er weer veel mensen komen kijken en kijkt iedereen naar uit. Is Volendam ook een concurrent, denk je, tot aan het einde van de rit? Of staan ze misschien wat hoger dan misschien verwacht was? Ja, dat zul je uiteindelijk aan het einde pas zien waar ze staan. Maar ze hebben een goede ploeg. Ze hebben een hele goede start gehad. Nou was het eventjes iets minder, maar ja, ze staan niet voor niks tweede. Dus dat zal met de tijd gaan blijken. Ben je blij met het nieuws wat deze week dan eindelijk definitief naar buiten is gekomen? De contractverlenging van jouw trainer en de taken die hij erbij krijgt? Ja, nou, ik vind het leuk voor hem. Het is een goede trainer en hij werkt hard voor de groep. Dus voor hem ben ik blij, ja. Voor die wedstrijd komt Levchenko ook hierheen om zijn biografie af te geven, zeg maar, te presenteren, is het juiste woord. Hij is ook betrokken bij een stichting waar je ook ambassadeur voor bent. Kun je vertellen hoe dat zo gekomen is, de stichting Breath Care for Kids? Ja, het is wel leuk dat hij hiermee komt. Nee, een maatje van mij van de middelbare school, zijn vader, die is daar, ja, die heeft dat opgericht. En hij heeft altijd al een beetje gehad van dat hij wel sporters erbij wilde betrekken. En hij kende mij en hij dacht van ja, ik kan hem nu het beste alvast aanspreken voor als het een topper wordt, dan hebben we hem alvast bij het bedrijf zitten. En toen had ik gezegd dat als ik mijn debuut zou maken bij Sparta, dat ik als ambassadeur zou gaan werken. Dus ja, dat ben ik nu. Ja, want wat voor stichting is het en waarom steun jij dat doel? Nou, ze hebben vooral projecten lopen in het oosten. En ja, daar sowieso goede doelen zijn altijd mooi. En ze zijn ook veel bezig met sport en dat vind ik zelf ook leuk. En het is gewoon hartstikke mooi dat zulke mensen die kansen bieden aan kinderen daar zo. En ja, voor mij is dat ook gewoon weer iets leuks in mijn ontwikkeling om erbij te nemen. En omdat het kennissen van mij zijn, is het alleen maar mooier. Ja, het heeft te maken inderdaad met straatkinderen kansen bieden. Jij bent best nog jong. Ze benaderen je al, vertelde je voordat je was doorgebroken. Je ziet het niet vaak met spelers op jouw leeftijd dat ze al met dit soort dingen bezig zijn. Geeft dat iets aan over hoe jij ook in het leven misschien staat? Ja, ik vond het ten eerste een mooie kans om wat terug te doen voor die mensen zelf natuurlijk. En ook omdat het, wat ik zei, kennissen van mij zijn. Maar ja, het is gewoon, voor mij kwam op dat moment alles een beetje tegelijk natuurlijk. Debuut bij Sparta, veel wedstrijden spelen. En toen dacht ik van, laat ik dit ook maar gelijk meenemen. Dan heb ik dit ook alvast.